Heel gewoon handen schoon. Hoi, mijn naam is dokter Richards. Ik heb veel onderzoek gedaan naar handhygiëne en wil jullie graag iets vertellen over goede handhygiëne en schone handen. Dit is niet alleen belangrijk in het ziekenhuis waar ik werk, maar ook in het dagelijkse leven. Waarom is handen wassen zo belangrijk? Overal waar je komt, zijn er kleine bacteriën en virussen die je niet kunt zien. Natuurlijk op de wc maar ook in de supermarkt, buiten op straat en in de klas. Zonder dat je het merkt neem je deze bacteriën en virussen met je mee. En als je dan gaat eten, stop je ze in je mond en kun je ziek worden. En als je iemand een hand geeft, heeft de ander ze ook aan zijn hand. De oplossing is heel eenvoudig. Door goed je handen te wassen gaan virussen en bacteriën dood. Dit doe je natuurlijk als je op de wc hebt gezeten. Maar ook voordat je je boterham smeert. Als je thuis komt van buiten spelen en voor en na het verschonen van je broertje of zusje. Hierdoor word je zelf minder snel ziek en bescherm je ook je kleine broertje of zusje, je opa en oma en andere kwetsbare mensen. En nu wil ik een wedstrijdje met je aangaan. Kun jij vandaag meer dan vier keer je handen wassen? Ik ben benieuwd of het je lukt. Kijk op zonmw.nl slash handenwassen voor meer informatie.